Oek. Waar komt die part nog voor jou, hè, Somma? Mijn piem was ook hard. Wat zei jij? Yo, mijn naam is Tom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Kortom, vandaag weer een nieuwe aflevering van mijn serie Hashtag Schooltour. De serie waarin ik in elke aflevering naar een andere middelbare school in België of Nederland ga. En vandaag ben ik in Almere. Yeah. Yes. Want Almere is... leuk. Niet zo dichtbij alsjeblieft. Hoi. Hoi. Goeiedag. Hoi. Mooie dag, goeiedag. Goeiedag. Goeiedag, mooie dag. Wat begrijp jij niet aan meisjes? Veel. Vertel me. Ik weet niet, ze zijn pas. Ik begrijp niks. Iedereen moet gewoon homo worden eigenlijk. Wat begrijpen jullie niet aan meisjes? Vrij veel. Vertel me. Nou, bijvoorbeeld hoe zij het voor elkaar kunnen krijgen. En hoe heet dat? Korte mouwen met een naveltruikje. Terwijl het 6 min graden is zonder een jas. En hoe ze dat niet koud kunnen hebben. Wat begrijpen jullie niet aan jongens? Allemaal fuckboys! Fuckboys! Genoeg. Wat, wat doen ze dan? Ze neuken je en daarna gaan ze. Ze gaan van het ene meisje naar het andere meisje. Of ze gaan achter je rug met andere wijven chillen. Ze willen meer. Ja, ze willen gewoon meer. Ze willen opties. Ja, ze willen meer. Ze willen je gewoon neuken. Jij bent de grootste fuckboy van de school, ze wordt hier gezegd. Ja, af en toe. Wat houdt dat dan precies in? Ja, ik kan niet te veel praten toch? Waarom kun je niet te veel praten? Wat gebeurt er dan? Ik kan niet te veel praten. Ja, gewoon. Je weet het toch? Je weet het. Een van de jongens. Kijk hoe ze eruit zien. Kijk hoe jij eruit ziet. Waar word jij verdrietig van? Wil je niet aan mijn haar trekken? Ik word verdrietig van hongersnood. Kinderen die doodgaan. Ebola. Wat is jouw lievelingsdier? Nijlpaarden. Nijlpaarden? Waarom wijs je dan naar hem? Ja, ik dacht goed. Dat is gewoon wat ik gelijk hier zie, toch? Kun je een nijlpaard nadoen? Nee. Doe alsjeblieft. Nee, hij kan het nadoen. Er staat hier eentje. Een hond. Eigenlijk niet een waffelhond. Kun je die nadoen? Nee. Kan jij hond nadoen? Woef, woef. Ja, dat is wel een goeie man. Wat is je lievelingsdier? Zeehond. Doe hem na. Oek, oek. Een kangeroe. Doe hem na. Ah, zo. Een dolfijn, man. Kun je die nadoen? Ja, maar dan zie ik het als een debiel uit, toch? Maar je weet toch, ze gaan zo als... Ze ziet er gewoon fatu uit als ze zo heen en weer zo, je weet toch? Doe even na. Een panda. Kun je die nadoen? Nee. Doe heel ver. Nee, die kan niet nadoen. Wat? Doe een panda na. Ja. Wat is je lievelingsdier? Een muis. Doe hem na. Nog één keer. Mensen die sterven aan corona, ja, dat ook. De lockdown, Rutte, Hugo de Jong, vaccinatiebewijzen. Meneer Rutte? Wat begrijpen jullie niet aan de boys? Aan de boys? Ze zijn hinderlijk. Ze zijn heel hinderlijk. Waarom zijn ze hinderlijk? Weet niet, ze zeuren. Ze zeuren, man. Jij wordt toch niet geïnterviewd? Wat ga jij doen? Kom maar bij, ik kom even tussenin staan. Oh, joh, nee. Ze zijn gewoon raar. Ze begrijpen niet wanneer een meisje ongesteld is dat ze boos is. Alles. Alles. Wat doen ze dan? Vervelend. Wat begrijpen jullie niet aan jongens? Dat ze zo fucking veel dampoes laten. Ja, nummer M is zo. Het is zo. Hoi, bij mij wordt verteld dat ik jou moet interviewen. Nee. Wat is jouw naam? Ik ben Milan. Milan? Ja. Hoi Milan. Hallo. Hoe gaat het Milan? Goed en met jou? Ja, goed. Mooi zo. Er wordt hier geroepen, jij bent fuckboy, jij bent super populair. Oh. Ja, ik ben wel populair, maar niet fuckboy. Maar wat begrijp jij niet aan meisjes? Ja, ik weet het niet. Lastig. Meisjes zijn gewoon lastig. Ze zijn gewoon hoeren. Pardon? Ze zijn gewoon hoeren. Allemaal? Ze zijn gewoon hoeren. Allemaal. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Wat zegt hij? Hey, the fuck is van mij? Hallo. Wat vind je van de jongens hier? Nee, niks. Wat begrijp je niet aan jongens? Helemaal niet. Mensen die bananen eten die nog niet rijp zijn. Ja. Druiven met pitjes erin. Hey, ma, pa, pa. Oh. Ra. Wat? Natasha? Ra. Hm? Ra. Papa. Prt. Hoeveel eieren zit er in een dozijn? 12. Hoeveel eieren zit er in een dozijn? 14. 12. Oh nee. 12. Wat is zwaarder, kilo veer of kilo steen? Deze heb ik nog laatst gehoord van mijn conciërge, hè? Steenessenpiet! Ze zijn even zwaar. Ja, even zwaar. Kilo en een kilo. Ja. Ik ben slim. En wat is het 1 in het kwadraat? Weet ik, wat is een kwadraat? Ik ben slim.
maar ook verdrietig van de Derde Wereldoorlog, atoombommen, kernfusie. Wat is jouw favoriete stopwoordje? Hoer. Je zegt altijd na alles hoer. Ja. Stopwoord. Oppleuren. Wat is jouw favoriete stopwoordje? Nee, broer. Ik zeg heel vaak broer. Oké, broer. Ja. Je moeder. Kut. Ja, broer. Weet je waar ik zin in heb? Nee. In je moeder. Je kale bal. Noord-Korea, Kim Jong-un, liquidaties, generatiestraffen. Mijn piem was ook hard. Pardon. Wat zei jij? Nee, ik zei. Hij roept in één keer, mijn piemel is hard. Dat is echt heel fucking raar om te roepen. Nee, ik zei niks. Hey, we zitten in het midden van de video. Dat betekent dat de video zo doorgaat. Maar dat betekent ook dat we even tegen mensen moeten zeggen, laat je school achter. Maar ik kom alleen naar jouw school als jij comment en ook echt geabonneerd bent. Dat kan ik zien. Dus ben ook geabonneerd als je school comment. Doe het nu even. Doe maar nu. Tel me af. 5 seconden hebben ze ervoor nodig. 1, 2, 3, 4, 5. Dat was heel snel, maar dankjewel. We gaan verder. Oké. Wacht! Kijk hoe ik... Wat gebeurde daar nou? Ja, ik ken hem niet eens. Meisjes plagen. Nee. Kusjes vragen. Nee, hij heeft al een vriendin hoor. Hé, hey, meisjes plagen, kusjes vragen. Oh, niet eens man, niet eens. Zij pest mij toch. Kijk, ze gaat zeggen, ze kent me niet eens. Kinderen die verdrinken voordat ze überhaupt echt hebben kunnen leven. Wil je levensverhaal hier delen met ons? Lava. Gezellig. Vuur, bosbranden, natuurrampen. Iemand komt kortom helpen, want ik denk dat het goed gaat. Hoi, en de vraag van vandaag is, wat begrijpen jullie niet aan jongens? Dat ze een beetje irritant doen, Bas zijn. Maar jij bent bang. Hou jongen, waar komen die kwaad over jou, hè, Somma? Wat begrijp jij niet aan jongens? Alles. Wat doen ze? Ik... Ja, nee! Ik ga niet om met jongens. Nee, want jongens zijn een beetje... Apart. Ja. Die zou maar roken. Ja. En 16 zijn of zo. 16? Heb je wel eens jonko gedaan? Ja. Je bent 13. Ik zit in de klas. Hoe is het met de chickies? Niet goed, man. We gaan er eentje zoeken. Ik ben er niet op, man. Hoe heet jij? Ik heet Owen. Owen zoekt een meisje. Ik ben daar niet op. Je hebt er al een. Geloof je geesten? Ja. In geesten? Ja. Vertel. Dat bestaat. Heb je wel eens een paranormale ervaring gehad? Ja. Vertel. Mijn badkamerdeur ging van binnen op slot. Er was niemand thuis. Eng. Geloof je geesten? Ja, broer. Ja, heb je... Hey, Wello? Ja, vertel me meer. Gewoon... Vertel me meer. Demonen shit toch? Heb je wel eens iets paranormaals gezien? Oh, broer. Wat dan? Gewoon dat dingen wegvliegen. Dingen zijn er niet meer gewoon. Gewoon, dingen zijn er niet meer. Geloof je geesten? Ja, jongen. Heb je gezien? Iets meegemaakt? Ja. Wat dan? Gewoon een geest in mijn kamer. Ja. Geloof jij in geesten? Nee. Nee, nooit iets gezien of zo? Ja, alleen mijn dode oma. Oh, echt? Wat zei ze? Ik heb nog soep voor je. Wat voor soep had je oma dan? Linzensoep. Gadver. Ik zag ze gewoon in mijn kamer. Je zegt wegwezen jij, demon. Wegwezen, demon. Geesten, geloof je geesten? Ja, ik eet geesten als ontbijt. What the fuck? Waar word je nou echt niet blij van? Als je peuken op zijn. Hoeveel peuken rook je op een dag? Ligt eraan of ik een pakje heb. Je bent 12. Ja. Jezus, what the fuck's wrong, man? Met welk bekend iemand zou jij wel op date willen? Ga ik dit zeggen? Nee, dat ga ik niet zeggen. Zeg het. Ja, Mats van de Graaf. Rijk Hofman, toch? Echt? Ja. Stuur me een berichtje. Nee, ga ik toch niet doen? Hoe oud ben jij? Ik ben bijna 16, dat kan niet. Spijtig. Heel spijtig. Hoe is het met de boys? Niet die microfoon in mijn mond zetten, alsjeblieft. Afstand. Oh, besef hoe groot. Wat een heikles. Nee, maar niet je microfoon in mijn mond maar dat zetten. Dat hoort. Ja, oh, oké. Okay. Heb jij een verslaving? Ja. Wat is jouw verslaving? Roken. Heb jij verslavingen? Ja. Wat dan? Porno kijken. Ja? Mm-hmm. Vaak kijk je dat? doe ik geen uitspraak over. Heb jij een verslaving? Ja. Waar ben jij verslaafd? Ook. Water. En ben je echt verslaafd aan? Duwpoenie. Ja. Seks. Iemand roept aan poenie. En billetjappen wordt geroepen hier. Ja, maar dat zegt ze alleen omdat ik Antilliaans ben.
Ja, chappen die billen dan. Dat wordt wel gezegd, maar dat waar is, dat weet ik niet. Heb jij verslaving? Nee, ik heb geen helemaal niks. Nee. Geen drank, geen drugs. Nee. Ook niet verslaafd aan meisjes, snappen. Ja, meisjes wel, maar... Wat is jouw tik? Plastic. Wat doe je met plastic? Ik weet niet, goed kapot maken. Heb jij een tik? Wat is jouw tik? Dat kan mijn lippen lukken. Doe. Yo. Naar. Op mijn telefoon zitten. Elke keer als hij zo ligt, gaat ik doe ik elke keer zo. Iemand belt. Iemand belt, meneer! Is mijn vriend! Hoi. Een tik. Heb je een tik? Doe je iets geks? Een soort van. Ik maak mijn handen altijd. Doe even. Doe eens aan. En dan zeg je: Yeet. Yeet. Skirt. Skirt. Give me money, bitch. Nee, dat ga ik niet zeggen. Hier, yeah, let's go. Ja. Skirt. Hoi. Zeg brrrt. Nee. Wat is het antwoord op alle vragen van het universum? Ik weet niet, man. Wat is de zin van het leven? Leef je leven? Zoals ik dat wil. Ik doe het toch... wat is ook weer? Ik doe het ook niet. Als een... Ander. Ander. Ik kan niet goed Nederlandse muziek, sorry. Het is een nacht die je normaal alleen in... Zij moeten doen, jongens. Godverdomme zeg. Afscheid nemen. Kijk ook niet. Bestaat. Niet. Het is een nacht die wordt bezongen in het... Godverdomme, jongens. Leef alsof het... Je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat. Dat ken ik wel. Leef. Leef. Vandaag is rood de kleur van jou... Ochtendtijd. De kleur van jou dood. U had gerookt. U had Jonko gerookt. Om... Nee, ik weet van niks. Ja. Oh, Jonko. Dit is zeker niet gebeurd. Nee. Ik doe dat niet. Nee. Dat mag niet van mijn ouders. Zeg, Yeet. Yeet. Dit was schooltour in Almere. Yeah! Doe een duimpje omhoog. Laat jouw school achter. Kom ik misschien de volgende keer daar langs. Abonneer en ik check je later. Later.